Zet jij zo de vuilnisbak buiten? Ja, dadelijk. Als je het maar niet vergeet, hij is barstens vol. Had je de rekeningen nog betaald? Shit, helemaal vergeten. Ik zal het zo doen. Oh ja, meneer De Groot heeft net gebeld. Of je hem direct wilt terugbellen. Ik ga Peter van school halen. Tot zo. Dag, met Fred Vinken. Mag ik meneer De Groot voor u? Dag meneer De Groot, met Fred Vinken. Wie had gebeld? Ja, ik weet welke datum het is. Natuurlijk, u krijgt u zover op tijd. Dat garandeer ik u. Ik weet uiteraard wat we hebben afgesproken. Niet op tijd, geen betaling. Nee, maakt u zich geen zorgen. Ik zal op tijd klaar zijn. Ik ga het niet redden. Ik moet hulp gaan halen. Akkoord. Hier heeft u de codegenerator. Dank u wel. De code die hierop verandert elke minuut. Op deze manier is misbruik uitgesloten. U belt dit telefoonnummer en geeft na de pieptoon uw pincode gevolgd door de code die op dat moment op de generator zichtbaar is. Uw pincode is 4538. Ik zie het, ja. Direct na ingave wordt de tijd bevroren. Zodra u voldoende tijd heeft genomen, belt u opnieuw en geeft de code weer in. De tijd loopt dan direct weer door. U weet dat u binnen 12 maanden na lening met 25% moet terugbetalen en dat bij tussentijds overlijden uw onderpand de tijd moet terugbetalen. Heeft u nog vragen? Nee hoor, dat is belangrijk. Hartelijk dank. Dag mevrouw. Uw codes zijn juist. Tijdbevriezing is gestart.